Oké, half voor de lengte. Wereldvrede. Het is, ik zit in gesprek met vriend Piet Lepelaar te Leiden. Op een onbekende locatie. Maar het is wel het atelier van Piet. En we bedachten, we hadden het over Israël. En Piet die zegt dat de verwarring is, want het staat in de Bijbel, hè Piet? Ja. Dat Israël is een toestand, dus een staat van bewustzijn. En daar hebben we nou net de essentie, want er waren al mensen en die legden al uit dat Israël is geen land, maar wel een staat. Nou, dat is dus precies de essentie van wat Piet net zegt. Het is ook nooit een land geweest. Dat is ook gewoon, kun je weer, hop, zo aan elkaar haken. Ja, dus, je wil nog iets toevoegen, Piet? Ik wil Piet. Iets toevoegen, ja. Kom, Piet? Israël, lieve mensen, betekent Koninkrijk van God. Wat Hendrik zojuist prachtig heeft uitgelegd. Het gaat niet om een land, het gaat om een staat. En het gaat dus om een staat, een toestand van bewustzijn. Dat is het Koninkrijk van God. Is dat dan, Hendrik? Ik vind het een mooie simpel echo van mijn eigen woorden. Ja. Dag mensen. Doe hier iets mee, hè? Doe je voordeel mee. Want het is wel, we hebben het wel ergens over. Oké, nou, tot later.